Ben jij op zoek naar werk? Als je goed nadenkt over wat je wel of niet vertelt over je psychische problemen tijdens het solliciteren, heb je een twee keer zo grote kans op een baan. Dat vonden wij in een groot onderzoek dat we hebben uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg. Er deden ruim 150 werkzoekenden mee aan ons onderzoek. En die kwamen door loting in één van de twee groepen die we met elkaar vergeleken. De ene groep kreeg een beslissing op. En in de andere groep, die we de controlegroep noemen, deden we niks. De beslisop was een soort folder waarin vragen en tips staan die mensen helpen om goed na te denken over hun eigen situatie. Over of het verstandig is om over je psychische problemen te vertellen in een werkomgeving. Zoals: wat zijn in jouw eigen situatie voordelen om te vertellen dat je psychische problemen hebt? En wat zouden nadelen kunnen zijn? Of wat vind je zelf belangrijk om wel of niet te vertellen? En wat is het beste moment om iets te zeggen. Het idee van de beslissop is dat jouw eigen keuze de beste is in jouw eigen situatie, maar dat het wel belangrijk is om goed over die keuze na te denken. De resultaten van het onderzoek waren spectaculair. Een half jaar later hadden de mensen die de beslissop hadden gebruikt twee keer zo vaak betaald werk gevonden dan deelnemers uit de controlegroep. De helft van hen had na zes maanden een betaalde baan. En in de controlegroep was dat maar een kwart. En zelfs na een jaar waren die verschillen er nog steeds. In de groep die de beslisshulp gebruikte, hadden twee keer zoveel mensen betaald werk dan in de controlegroep. De onderzoeksresultaten laten dus zien dat het heel bepalend is voor de kans op een betaalde baan hoe en met wie je praat over je psychische problemen. Het onderzoek toont aan dat stigma echt een groot probleem is bij het vinden van werk. En dat het belangrijk is om hier goed mee om te gaan tijdens het zoeken van werk. Dit geldt ook over psychische problemen die je vroeger hebt gehad. Ben je nieuwsgierig geworden naar de beslisshulp? Deze heet Coral 2.0 en is gemakkelijk te vinden op internet via Google. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Transo en werd gefinancierd door Zonne Mee.